Partijenloer voorzitter Paul Somaharjo heeft zaterdag tijdens een feestvergadering in verband met de 19e verjaardag van de partij de Javaanse gemeenschap opgeroepen tot eenheid. De politicus stelde in zijn partijcentrum dat de zittende regering met man en macht werkt aan de verdeeldheid van deze groep. Ook dreef hij de spot met DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons en de overgelopen PL-leden. Ondanks de teleurstellende resultaten van Partijaloer na de afgelopen verkiezingen, blijft de PL-voorzitter geloven dat de partij één van de grootste is in Suriname. Het streven is om in 2020 wederom te behoren tot de regerende macht.